Timo van der Zune is een aansprekende, langgelijnde en jeugdige hengst met een mooi model. In Leeuwarden heb ik gezegd dat hij zijn goede fokwaarden in het centraal onderzoek maar kan waarmaken. Wel, dat heeft hij op een hele goede wijze gedaan ook. Tijdens de instructiedagen viel Timo in positieve zin op. Zijn jeugdigheid speelde hem in het begin nog wel eens wat parten. Hij was snel moe. Maar in de loop van dit onderzoek heeft hij zich sterk ontwikkeld. Voor de ruiters was het een heel fijn paard dat opviel door zijn goede bewerkbaarheid. Aangespannen moest hij even wennen aan de omstandigheden. Maar dat zette hij later om in een goede manier en ook in een hele fijne manier van bewegen. Met kracht, ruimte en met veel go. Ook de gastmenners roemden zijn bewerkbaarheid. De menners omschreven hem als een topmentpaard en een heel goed tuigpaard. Timo van der Zune komt uit een eerste premiummerrie van Lodewijk 431. Daarvoor zit een stermerrie van Teunis 332. Dan een sterprevalentemerrie van de prevalente hengst Veitse 293. En dan komt de bekende sterprevalentemerrie Berwitsje van de prevalente hengst Challeng 235. We hebben het dan over de bekende plantingastam. Een predicaatrijke stam waarin beweging verankerd ligt. Timo van der Zune kan het model, souplesse, instelling en bewerkbaarheid verbeteren. Hij wordt ingeschreven onder de naam Tierde 501.